Hallo, mijn naam is Henry, maar dat is niet belangrijk. Vandaag even een review over de Canon MX350. Dat is een alles-in-één printer, scanner en niet geheel onbelangrijk ook een fax en een kopieermachine. Deze bezit over de mogelijkheid om zowel via de plaat te scannen, via een cardreader, die zit hier onderin gebouwd. Dus uw foto's van de vakantie kunnen ook afgedrukt worden. USB zit erop. Je kan in kleur scannen, je kan in zwart-wit scannen. De meeste apparaten in deze prijsklasse bezitten of geen fax of geen ADF. Dat is Automatic Document Feeder, wat ik u zal demonstreren zo. Dus je kan scannen, printen, faxen, kopiëren zonder tussenkomst van eventueel een pc. Dus ook al heb je geen pc en je wil even snel een kopietje maken, kan dat. Even kwestie van klep open, document eronder en printen maar. Ik zal eventjes demonstreren hoe de USB-functie werkt. Ik geef nu een printcommando. De opstarttijd is kort. Printkwaliteit is prima. Er zit ook nog draadloos op. De klep komt automatisch naar buiten. Dus er zit USB, Ethernet en wifi op. Dus nu is hij al klaar. U ziet de printsnelheid is prima. Doe de klep dicht. En wat een heleboel printers van deze prijsklasse niet hebben, is dit. De mogelijkheid om in te scannen naar een programma op de pc, zoals u hem instelt. Of we zeggen, we willen bijvoorbeeld naar een USB-stick scannen. Wat we nu gaan doen, en dan gaan we kijken inderdaad wat er gebeurt. Dan zeggen we oké. Nou, wilt u een kleur of wilt u een zwart-wit? Nou, we willen kleur. Weet u het zeker? Ja. En als het goed is, gaat hij nu doen. De pagina-invoer is 30 pagina's. Tenminste, vanuit de automatische invoer. Maar u kunt ook zeggen, ik scan hem in en ik fax hem door. Want er zit gewoon een telefoonlijn in. Er zit Ethernet op, zoals ik al zei. Hij kan via het netwerk aangesloten, hij kan via wifi, dus je kan ook vanaf een mobiele telefoon die dat eventueel accepteert. Alle gegevens gewoon doorsturen naar het apparaat zelf. En deze zal dat gewoon keurig netjes gewoon of op de USB of op de uitvoer zoals u hem hebben wil. En nu is hij al klaar. Nou, tot zover de review. En ja... Ik ben erg tevreden met het apparaat. De mogelijke aansluitingen zijn gewoon legio. Fotopapier werkt ook prima. En alle denkbare aansluitingen zitten erop. Dus ik hoop dat u genoeg informatie heeft. Dank u wel.